Goedemiddag, beste mensen die vandaag allemaal hier zijn om dit afronden van een project van de ANS te vieren. Het project is begonnen op uitnodiging van de toenmalige algemeen secretaris van de Taalunie, Hans Bennis, die allang het gemis voelde aan een klankleer als onderdeel van de ANS. Hij heeft mij toen gevraagd om een dergelijk onderdeel te vervaardigen. En ik ben aan de slag gegaan eind 2019. En ik heb ook twee mensen bereid gevonden om met me mee te werken. Cathy Reijs en Nelleke Jansen. Cathy Reijs omdat ze ook heel veel weet over de taalvariatie binnen het Nederlands die we moeten beschrijven. En Nelleke omdat ze veel weet en wist van accent en intonatie. De klassieke ANS, die sinds kort ook een E-ANS is, die had inderdaad al een hoofdstuk 1 over klanken. Maar dat hoofdstukje omvatte slechts 4 bladzijden. Was dus buitengewoon bescheiden. En er waren allerlei goede redenen natuurlijk om inderdaad een echte klankleer als onderdeel van de ANS op te nemen. Wat ik vandaag graag zou willen doen is vooral duidelijk maken in een paar korte voorbeelden dat klankleer iets anders is dan de fonetiek van een taal en dat het erom gaat om te laten zien hoe al deze klanksystematiek van het Nederlands een onverbrekelijk onderdeel vormt van de grammatica van het Nederlands. Mijn slides laat ik wat langzaam zien. Nog even de herinnering aan de namen. En ik zal eerst even nog, om uw geheugen op te frissen, even kort met u doornemen welke onderwerpen er in zo'n klankleer thuis horen. Natuurlijk een opsomming van de klanken van het Nederlands. Wat zijn de woordonderscheidende klanken? Met daarbij aandacht voor de variatie binnen het standaard Nederlands. Dat zeg ik nadrukkelijk bij, want natuurlijk hebben wij niet dialecten willen beschrijven en kunnen beschrijven, maar hebben ons geprobeerd te richten op het standaard Nederlands, maar wel met variatie erbij. Maar klankleer omvat veel meer dan de klanken van het Nederlands. En ik geef u een korte opsomming van de onderwerpen die daarbij thuis horen. Zoals je syntaxis hebt, heb je ook fonotaxis. Op welke manier worden klanken in het Nederlands gerangschikt tot welgevormde gehelen? Een klassiek voorbeeld is dat je wel melk kunt zeggen, maar niet mekkel. Zonder een schwa in te voegen, althans niet. En wel klem, maar niet lekem. Dat zijn voorbeelden daarvan. Ik geef ook even het voorbeeld koffiepad. Dat is niet een pet, maar dat is een koffiepad. De meeste Nederlanders hebben het over een koffiepad met een t'tje aan het eind van dat woord. En dat komt natuurlijk omdat lettergrepen aan het eind willen ze geen stemhebbende plof- of wrijfklank hebben. Ook van belang om natuurlijk in een klankleer te beschrijven zijn de fonologische processen of beperkingen. En de meest beroemde die ongetwijfeld de meeste van u goed zullen kennen is de verstemlozing, de regelmaat of de beperking dat ploffen en wrijfklanken stemloos zijn aan het eind van een lettergreep. Maar dat werkt natuurlijk direct door in de grammatica van het Nederlands, doordat je dan bij bijvoorbeeld een paar enkelvoud meervoud zoals hoed hoeden een alternantie krijgt. Die verstemlozing is dus enerzijds iets over welke klanken heb je op bepaalde plekken in een woord. Denk even weer aan die koffiepad met die thee aan het eind. En tegelijkertijd heb je allerlei alternanties die teweeg worden gebracht door zo'n beperking. Een belangrijk onderwerp en misschien ook wel wat onderschat in vroegere beschrijvingen is wat ik noem allomorfie. Er zijn talloze klankwisselingen of klankvariaties in de uitspraak van morfemen die niet volgen uit algemene fonologische beperkingen. En een voorbeeld daarvan is natuurlijk de bekende alternantie of variatie in de vorm van de verleden tijd, zaagde versus pakte. Daar kom ik straks nog even op terug. Verder is natuurlijk ook een heel erg belangrijk onderwerp in de klankleer alles wat er gebeurt in verbonden spraak. We plakken woorden aan elkaar in uitingen. En zelfs één woord is een uiting en kan kenmerken hebben van verbonden spraak. Een paar voorbeelden. Het woord tandpasta, wat we keurig schrijven met dt, wordt natuurlijk doorgaans niet zo uitgesproken, maar met als tandpasta, prachtige regelmaat. Eerst wordt die D, wordt een, aan het eind van de eerste lettergreep wordt een T, maar een T in een cluster van medeklinkers verdwijnt, en dan staat de N voor de P, en dan wordt de N
door assimilatie van stem en M. Het zijn prachtige processen ook om fonologie uit te leggen van tandpasta naar tandpasta. En die tweede A is onbeklemtoond en kan je dus ook als een schwa, als een U uitspreken, tandpasta. Wat ook typerend is voor verbonden spraak, is het aan elkaar plakken van functiewoorden. Het is heel gewoon om te zeggen in plaats van ik heb het hem gezegd, ik heb het hem gezegd of ik heb het hem gezegd. En wat is nou precies de regelmaat achter dat soort dingen? Hoort ook bij de grammatica. Dus kortweg is het thema steeds weer opnieuw bij al deze voorbeelden dat de fonologie van het Nederlands op allerlei manieren verweven is met de hele taalsystematiek, ook met de eigenschappen van bepaalde type woorden, de syntaxis en dergelijke. Nog een voorbeeld. Je vindt tegenwoordig een sterreclame voor Lidl en op het scherm staat al steeds natuurlijk wel, maar de spreker bij die reclame zegt steeds tuurlijk wel. Dat is natuurlijk de natuurlijke verbonden spraak. Het is wel zo dat die simpele vorm tuurlijk in plaats van natuurlijk, die kan je alleen maar hebben als je het woord natuurlijk gebruikt als bijwoord. Het kan niet als het een adjectief is. Je kunt niet zeggen bijvoorbeeld een tuurlijke oplossing bijvoorbeeld, of een tuurlijke benadering, dan zeg je natuurlijk. Dus simpel voorbeeld, het onderscheid adjectief-bijwoord werkt direct door in de manier waarop verbonden spraak in het Nederlands wordt gerealiseerd. Belangrijk onderwerp is natuurlijk ook de woordklemtoon, bekende discussiepunt van notulen of notulen. Voor uw informatie, ik zeg nog steeds notulen, maar ik ben geloof ik zeker niet de enige die dat doet, maar er zijn misschien wel miljoenen Nederlanders die inmiddels notulen zeggen. Wat ook bij de klankleer hoort is accent en intonatie, de toonhoogtepatronen, de markering van oude en nieuwe informatie, de aard van zinnen en dergelijke. En tenslotte de fonologie en de relatie tot spelling, die ook in het Nederlands buitengewoon interessant is, maar ook best wel complex. Al die onderwerpen horen wel thuis in een ANS en ik ben ook heel blij dat die klankleer die ik nu gemaakt heb met de twee collega's deel is van de ANS, want daardoor wordt het ook toegankelijk gratis op internet. En het is niet voor niks dat ik ook destijds heb gevraagd aan de collega's van de Vrije Universiteit Berlijn om als docenten Nederlandistiek extramuros er vanmiddag bij te zijn, omdat ik ook hoop en verwacht dat zo'n gratis toegankelijke internetgrammatica met alle zoekmogelijkheden die erbij zijn ook een belangrijk instrument kan zijn voor het onderwijs in het Nederlands, zowel in Nederland als in België, maar ook natuurlijk in alle andere buitenlanden. Vandaar dat ik het ook fijn vind dat die klankleer niet een los iets is geworden, maar deel is van de ANS. Dat geldt trouwens ook voor alle mogelijke technische aspecten van zo'n klankleer. Bijvoorbeeld dat je kan doorklikken naar gegevens in andere hoofdstukken van de ANS en terug, ook in de andere hoofdstukken van de ANS, kan je terugklikken en iets vinden over klankaspecten die dan aan de orde komen. Een paar voorbeelden nu van hoe die klankleer deel is van de grammatica. Eerste voorbeeld is ellipsis. Wanneer kun je een deel van een woord weglaten? Dat is eigenlijk dus een soort syntactisch probleem, zou je kunnen zeggen. Het gaat over woorden die je in een zin of in een woordgroep combineert. Je kan wel zeggen rood of groenachtig in plaats van roodachtig of groenachtig, maar niet rood of groenig als je had willen zeggen roodig of groenig. Je ziet er ook natuurlijk in dingen als land- en tuinbouw, wis- en natuurkunde, waar je ook een deel van een woord kan weglaten. En wat is nu de regelmaat? De regelmaat is dat deel wat je weglaat moet een zelfstandig prosodisch woord zijn. Dus je hebt een fonologisch begrip nodig om die ellipsis te begrijpen en te beschrijven. Want in roodig of groenig heb je dat suffix -ug. En dat is geen zelfstandig prosodisch woord. Kan het niet, want het bevat alleen maar een schwa. En daarom heb je dus daar geen elliptische mogelijkheid. Dus een simpel voorbeeld van hoe je fonologie nodig hebt als je ook in een ander deel van de grammatica van het Nederlands bezig bent. Een tweede voorbeeld is natuurlijk de doorwerking van die verstemlozing die ik al eerder noemde. Die geldt natuurlijk als een constraint, als een beperking ook in gewoon een woord als Sydney. De Australische plaatsnaam wordt door talloze mensen uitgesproken met een T, niet als Sydney. En ook de koffiepad wordt meestal als koffiepad gerealiseerd. Maar tegelijkertijd zie je, ik zei het zo straks al even, dat dit soort dingen meteen doorwerkt in
in het feit dat je woordparen hebt, enkelvoud, meervoud, die op een bepaalde systematische manier van elkaar qua klank verschillen. Dus opnieuw, dat hoort bij de grammatica van het Nederlands. Het is niet een soort apart perifeer stukje fonetiek. Wat ook van belang is, is dat de variatie in klankvorm samenhangt met de morfologische structuur van woorden. Neem even die bekende Kofschip-regel die, naar ik aanneem, mijn toehoorders van vanmiddag allemaal wel kennen. Dat je te krijgt naar een stemloze medeklinker en overal elders de. Maar wat je dus ziet is hier een geval van wat we noemen progressieve assimilatie. De D of T van het suffix past zich aan de stemhebbendheid of stemloosheid van de stam. Dat is niet altijd zo, want in gewone woorden zoals zakdoek is het juist omgekeerd. Met andere woorden, of het progressieve of regressieve assimilatie wordt, is geen puur fonetisch mechanisme, maar wordt bepaald door de morfologische bouw van die woorden. Dus opnieuw een voorbeeld van die verwevenheid. Dat zie je ook bij verbonden spraak bij functiewoorden, want bij functiewoorden heb je wel juist weer twee mogelijkheden. Er is een beroemd artikel van C.B. van Haringen uit de jaren 50 al, geloof ik. Is dat goed op die manier? Waarbij je kunt zien, je kunt zeggen is dat goed of is dat goed? Allebei kan, dus daar krijg je juist weer variatie. Een belangrijk thema in de klankleer, waar ik ook betrekkelijk veel aandacht aan heb besteed, is allomorfie. En dan bedoel ik even allomorfie in die zin, in de klankleer heet het lexicaal-morfologische allomorfie, omdat er heel veel variatie is in de klankvorm van morfemen en woorden, die niet wordt bepaald door algemene fonologische regelmatigheden of beperkingen van het Nederlands, zoals verstemlozing. Maar dat zijn dat zijn alternanties of variaties die specifiek zijn voor bepaalde morfologische categorieën of soms gewoon voor woorden. Neem bijvoorbeeld het eerste voorbeeld, einde-eind, twee varianten van het woord met in principe dezelfde betekenis. Je moet leren dat je de schwa mag weglaten, maar het hoeft niet. Maar tegelijkertijd moet je weten dat als je dat woord gebruikt in een samenstelling, dat je dan moet zeggen eindoordeel en niet eindeoordeel. Of neem bijvoorbeeld de alternantie broeder-broer, de beroemde duddeletie van vroeger. Twee vormen voor het woord. Daar zijn allerlei dingen over te zeggen. Bijvoorbeeld dat broeder veel meer betekenissen heeft dan broer. Bijvoorbeeld ook een verpleegkundige en een lid van een religieuze orde. En ook dat je wel kunt zeggen broedermoord, maar dat je conventioneel niet kan zeggen broermoord. Allomorfie vind je ook ongelooflijk veel in de wat we noemen de uitheemse woordenschat. Neem even dat woordje, het woord Plato, waar je hebt platonisch, platonisme, maar tegelijkertijd Plato's. Je ziet dus een allomorf Platoon, die je moet gebruiken bij uitheemse suffixen, terwijl in de flexie gewoon de vorm Plato wordt gebruikt. Of bij orkest, je zegt orkestreer, maar weer orkestloos. Dus je ziet dat die allomorfie, die variatie in de vorm van de klank van woorden, dat die ook te maken heeft met de morfologische bouw, met name het contrast bijvoorbeeld in deze voorbeelden tussen de uitheemse suffigering met uit het Frans, Grieks, Latijn ontleende suffixen tegenover de meer Germaanse inheemse elementen. Je ziet het ook natuurlijk bij de verkleinwoordvorming, bloempje versus bloemetje. Om te beginnen, het feit dat je naast elkaar bloempje hebt en bloemetje laat al zien dat de allomorfie die je vindt in het verkleinwoordsuffix niet een soort 100% automatisme is. Er zijn wel regelmatigheden, maar blijkbaar kun je soms ook twee vormen kiezen. Dat is een situatie die je niet hebt bij bijvoorbeeld finale verstemlozing, de bekende regel. Bovendien zie je ook nog eens een keer dat daar betekenisverschil kan optreden, al naar gelang van de allomorf die je kiest, want neem vaker een bloemetje mee, kun je zeggen. Dan bedoel je dat boeket, maar als je zegt neem vaker een bloempje mee, dan heb je weer een andere betekenis. Dus je ziet dat ook die allomorfie, in de klankleer is dat nu geworden hoofdstuk 1.4, morfolexicale allomorfie, laat zien dat er ongelooflijk veel klankvariatie is, waar wel regelmatigheden te bespeuren zijn, maar die zijn van een andere dan een strikt fonologische aard. Het zijn ook vaak reflexen natuurlijk van de geschiedenis van het Nederlands, van processen als schwa apocope en de deletie, et cetera. Maar die horen er allemaal bij. Verbonden spraak is een belangrijk onderdeel van de klankleer. En
Het lijkt me ook trouwens iets wat, maar dat hoop ik straks te horen van, ook van Matthias Huning en Truus de Wilde, wat ook wel van groot belang zou kunnen zijn bij het onderwijs in het Nederlands als tweede taal. Ik weet zelf dat ook bij het leren van vreemde talen is het niet zo moeilijk om soms in een boekje de woorden te lezen. Maar zodra je die taal gesproken hoort in verbonden spraak, dan komen er allerlei complicaties, want er zijn allerlei processen die bijvoorbeeld grenzen tussen woorden uitwissen, allerlei ingewikkelde regelmatigheden. En een goede grammatica van het Nederlands, die binnen en buiten de moeroos kan worden gebruikt, die moet dat soort dingen natuurlijk beschrijven. Ik noemde al het voorbeeld van natuurlijk versus tuurlijk, dat alleen als bijwoordje dat die eerste lettergreep na zou kunnen weglaten. En ook het voorbeeld van de zwakke vormen van voornaamwoorden, ik heb het hem gezegd. Een saillant voorbeeld is ook waarbij je de rol van de grammatica ziet, dat je allerlei processen hebt van aan elkaar plakken van hulpwerkwoorden en persoonlijk voornaamwoord, maar dat geldt dan eigenlijk speciaal voor hulpwerkwoorden. Dus ik kan zeggen naast ben ik, benk, heb ik, hek, kan ik, kank, zal ik, zak, moet ik, moek, wil ik, wik. Maar ik kan niet zeggen bij moet ik, boek, of bij haal ik, haak. Dus je ziet dat het begrip hulpwerkwoord als het ware een essentieel onderdeel is van de verantwoording van dat soort verbonden spraakverschijnselen. Natuurlijk is ook een belangrijk onderwerp de klemtoon. Klemtoon is sowieso natuurlijk iets wat belangrijk is, omdat je dan de vraag wilt beantwoorden van is er eigenlijk wel een regel voor het Nederlands van waar precies de klemtoon valt? Nou, er is geen makkelijke regel, maar er zijn wel regels. Ik probeer er ook uit te leggen in hoofdstuk 1.6. En er is ook één mooie hoofdregel, klemtoon op de ene laatste lettergreep van een prosodisch woord, zoals in adem, fosfor en parade. Wat je ook ziet tegelijkertijd is natuurlijk dat de morfologie van het woord, dus de morfologische bouw van woorden, essentieel is om te begrijpen waar de hoofdklemtoon van een woord valt. Dus in aardbeving valt hij op het linkerdeel, aardbevingsschade ook, in dierentuin ook in dierentuin dieren nog steeds op de eerste lettergreep. Maar tegelijkertijd zie je ook weer, bijvoorbeeld bij de subcategorie van plaatsnamen, eigenlijk dus een deel van de groep van samenstellingen, zie je weer complexe variatie. Alle woorden op dam hebben finaal accent, Amsterdam, Rotterdam. En tegenover Papendrecht, Sliedrecht, Barendrecht, et cetera, waar op de eerste lettergreep de klemtoon valt. Dus ook daar zie je dus dat de fonologie van de taal, de klanksystematiek, de klankvariatie op allerlei manieren verweven is met de morfologie en de syntaxis van de taal. Die regel die ik zo pas gaf, die hoofdregel, is ook wel leuk, omdat soms zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, die taalkundigen die zijn heel slim in het bedenken van leuke regels, maar zijn er ook gewone taalgebruikers die regels ook in hun hoofd hebben? Nou, die regel van in principe klemtoon als het kan op de op één na laatste lettergreep, die kan je wel mooi zien ook actief in het hoofd van de taalgebruiker als je kijkt naar klemtoonverschuivingen zoals badminton, catalogus, Honduras, Helsinki, Heracles. Heracles is de bekende eredivisie voetbalclub uit Almelo tegenover de Griekse held Heracles. Normaliter, notule, er zijn vast onder u die notule zeggen tegenwoordig, en pagina, wat minder gebruikelijk is. Dus je ziet ook dat dit soort processen als het ware een bepaald soort mentale werkelijkheid representeren. De laatste slide die ik met u wil delen is dat ook accent aan de orde komt. En we maken in de klankleer een nadrukkelijk onderscheid, trouwens in navolging van allerlei collega's in het veld, tussen accent en klemtoon. We gebruiken klemtoon voor woordklemtoon, voor één lettergreep binnen een woord. En een klemtoon is dus een plaats voor een mogelijk zinsaccent. Dus we gebruiken het woord accent voor dingen als, neem de volgende twee zinnen, morgen kom ik wat later, tegenover morgen kom ik wat later. Dan zie je dus dat daar dat morgen klemtoon heeft op het eerste woord, op de eerste lettergreep en later ook op de eerste. En op die lettergreep komt ook dat eventuele zinsaccent en dat wordt gemarkeerd door een toonhoogtebeweging. In de oude ANS, heb ik inmiddels ook vastgesteld, worden die begrippen klemtoon en accent nog wat door elkaar gehusseld. Maar ik hoop eraan te kunnen bijdragen dat stap voor stap ook in de nieuwe e-ANS
ook in andere hoofdstukken, het onderscheid tussen klemtonen en accent zuiver bewaard zal worden. Ik ben er vast mee begonnen in deze klankleer en ook straks in andere hoofdstukken. Wat je ziet aan dit voorbeeld van accent en intonatie is natuurlijk ook weer dat ook betekenis en ook pragmatiek natuurlijk direct verweven is met de toon, met de toon en dus met de klankeigenschappen van de taal. Want informatiestructuur, wat oude en wat nieuwe informatie is, wordt gemarkeerd door zinsaccent, primair door toonhoogtebeweging. En dat leggen we allemaal uitvoerig uit. Ik kom aan mijn laatste slide over spelling. Bij spelling is er natuurlijk geen 1-op-1 relatie tussen klank en spelling. Dat weet u allemaal. En dat leggen we ook dan uit. Van belang is misschien ook wel het begrip de kanonieke vorm van een woord. Want je spelt natuurlijk natuurlijk en je spelt niet tuurlijk. En bij banaan, waar je ook kunt zeggen banaan of banaan, spel je ook een soort volledige in isolatie gesproken vorm. En dat noemen wij de kanonieke vorm. En dat is wat de basis is voor spelling. Wat je ook ziet, zelfs als je spelling moet leren, ook als Nederlander of als Belg die het Nederlands als moedertaal heeft, zie je af en toe ook komische problemen die samenhangen met de klankleer. Want als je een woord neemt als alom, dan is de significatie, zoals daar wordt aangegeven, met een lettergreepgrensje, eigenlijk voor de L, alom, terwijl je moet afbreken met al streepje om. Of kortom is een mooi voorbeeld. Ik zeg nooit kortom, maar kortom. Maar je moet het afbreken met kortom. Dus ook daar zie je dat bij spellen moet je als het ware een soort paren van morfologische historische informatie leggen naast wat je eigenlijk zegt en kijken hoe dat dan uitpakt. Een waarschuwing als vlot, want er zijn altijd mensen die zeggen van geef je nou geen normen voor de uitspraak, want daar zitten we toch wel een beetje op te wachten. Nee. De ANS geeft ook in deze vorm van de ANK, de klankleer, geen uitspraaknormen, maar beschrijft gewoon de verschillende vormen van variatie binnen het standaard Nederlands. En die variatie omvat allofonische processen, verbonden spraak, spreekstijl, regionale variatie, sociale variatie. Dus we laten wel zien dat er heel veel variatie is, maar we zeggen niet van dit is de juiste of correcte uitspraak van het Nederlands. Over die regionale variatie, die natuurlijk heel belangrijk is voor een spraakleer voor twee landen, België en Nederland, is het van groot belang dat daar zorgvuldig aandacht aan besteed is. En daar horen we over een paar minuten Cathy Rijs over. Als laatste zou ik nog willen zeggen dat dit project voor mij ook in die zin bijzonder plezierig was, omdat ik werd gesteund door veel collega's. De taalwetenschap in Nederland en Vlaanderen is eigenlijk toch altijd wel een hele goede, positieve gemeenschap van geïnteresseerden die elkaar helpen en ook elkaar inspireren. Dus ik vond het van belang om even de namen te noemen, de 10 namen die je hier op het scherm ziet staan, van collega's die 1 of meer hoofdstukken hebben becommentarieerd. En dat is niet omdat ik ze daarmee verantwoordelijkheid wil geven voor wat er uiteindelijk in hoofdstuk 1 van de ANS staat, want daarvoor zijn wij natuurlijk verantwoordelijk. Wel om te laten zien dat zo'n initiatief van het maken van een Nederlandstalige klankleer, die ook in het Nederlands geschreven is en waarbij het Nederlands dus ook als een wetenschappelijke taal fungeert, dat zo'n initiatief, die voortkwam oorspronkelijk uit de Taalunie, dat die breed wordt gedragen door de taalwetenschappers in Nederland en Vlaanderen. Er zijn drie van de 10 hebben ook een Vlaamse achtergrond, Hanne Kloots, Anne Frans Pinget en Hans van der Velde, hoewel 2 van die 3 nou weer in Nederland werkzaam zijn. Maar hoe dan ook, ik denk dat het heel belangrijk is voor het draagvlak van zo'n spraakleer als deel van de ANS, dat zoveel collega's er even naar hebben willen kijken en commentaar hebben willen geven. Voor mij was het daarmee een heel fijn project om te doen en ik maak dus ook van de gelegenheid gebruik om die collega's hier publiek te bedanken. Dat was wat ik kort wilde vertellen over de opzet van de klankleer, hoofdstuk 1 van de ANS. En straks is nog misschien een gelegenheid om eventueel vragen te beantwoorden. Dankjewel.